luisteraars over heel Zuid-Holland, Rotterdam, Leiden, Gouda en natuurlijk de thuisbasis. Den Haag. You are correct, sir. Zeker weten dat wij dit weekend net zoveel aandacht trekken als toen. Stad FM. Radio Stad Den Haag. 97.2. En zoals altijd, en eigenlijk net zoals vroeger, hebben we de lekkerste koekjes voor het laatst bewaard. Daar komen ze. Het was een heidens karwei. Goedemiddag, Pieterbaancentrum. Huis de avondrood, welke bewoner wilt u spreken? Goedemiddag, met de fiscus. Tegen de zaals, kledinginzameling, kan ik u helpen? Maar we hebben ze allemaal gevonden. Allemaal! Hier is opnieuw een uur. Nu echt voor het allerlaatst. Voor Den Haag, Stad Radio. Every day of my life, every day of my life. Ooh baby, ooh baby. Come on and get you some more. I don't wanna ever get married to nobody else but you, baby. You right where I'm saying, you hear where I'm coming from. Het is absoluut nog zeker niet over. De show gaat juist beginnen. De officiële kick-off start van wat ooit eens heette de Radio Stad Disco Zaterdag. Het is inderdaad officieel van start gegaan. 5:50. Het is zaterdagochtend 20 december. En natuurlijk danken wij Peter van Leeuwen. Ah, ik heb met hem te doen met de man. Het schijnt dat hij vanmiddag ook tussen 3 en 6 uur zijn show moet gaan presenteren. Uit de oude doos hebben we vernomen. Uit 1983 dan de officiële, wat wij noemen de flitsende 50 van dat jaar. Dat is de 50 platen uit 1983. Heel wat jaartjes geleden. Zonder Ron McDonald's dit keer. Maar met onze grote vriend Peter van Leeuwen inderdaad. Zaterdag is het. Radio Stad, de reunie. Alle disjockeys zijn er. Het is echt ongelooflijk, jongens. Alle mensen hier met hele kleine oogjes. Neemt u er nog een? Ja. Energy powerlijnen staan ook vandaag weer voor jou over 06300425. 06300425. We doen het de hele dag voor jou met alleen maar Energy Krakers of Radio Stad Krakers op Energy 106.3. Daar kan je het inderdaad op horen. Een van de plaatjes die je vroeger kon horen, dat was tijdens Soul Train. Is deze van David Joseph. 12 inch uit die periode. Pak een beet. 1981. You Can Hide Your Love. Onder leiding van Dennis LaPage. Dat is de man die je ongetwijfeld nog kent. De grote man achter Lyme. Deed het ditmaal voor Mystery uit 1981. En Hold On To This Moment. En inderdaad, de tijd die staat even stil. Dit zijn de classic uitzendingen van Radio Stad Den Haag. Nog één keer. We zijn bezig met de Stad Disco Zaterdag. Nog één keer dus inderdaad op de radio. De Nederlandse radio. Goedemorgen als je net ingetuned mocht zijn. Hartelijk welkom. Blijf bij ons. Wees welkom bij uur 11 van de totaal 53 uur Radio Stad Den Haag. Wat wij voor jou hebben dit weekend. Absoluut. Hou hem aan. Hou hem hier. En dit is er eentje van Mantes. Uit de periode dat Radio Stad Den Haag nog gewoon Radio City heette. En uit de periode dat we nog uitzonden vanuit Spoorwijk. Luister mee naar de 12 inch van destijds. Love is a natural thing. Radio Stad Den Haag in de Classic Weekend 06300425. Energy Powerline staat nog steeds voor jou open. Laat horen dat je luistert naar de zender der zenders. avondurig dametje. Deze Evelyn Champagne King, toen heette ze nog zo. Later was het gewoon Evelyn King. Later weer Evelyn Champagne King. Daarom die gewoon niet weet wat ze moet doen. Mikey Mike aan de microfoon. Mark Den Hartog, goedemorgen Mark. Goedemorgen jongen. Straks lekker Italo's draait. Dus, ja, wat dacht jij? Tussen 9 en 10 is het hè? Ja, het is maar een uurtje, maar ja, we gaan er even stevig tegenaan. Heb je lekkere platen uitgezocht? Ja, je hebt al het een en ander zien liggen denk ik. The Twins ligt erbij, Michael Bouw. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Gewoon heftig Italo's en af en toe ook nog wat anders tussendoor. Gewoon als voorvormer van de Eventi Datsudo dat... vanmiddag tussen 12 en 3 uur zit. Daar moet je absoluut naar gaan luisteren. Goed, dit was het wat mij betreft voor deze afgelopen 2 uur. Ik dank jou voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Mark Den Hartog. En wat mij betreft tot een andere keer. Waarschijnlijk morgenavond tussen 9 en 11 uur met Alle Stad Jocks op Stad FM. Met luisteraars over heel Zuid-Holland, Rotterdam, Leiden, Gouda en natuurlijk de thuisbasis. Den Haag. You are correct, sir. Zeker weten dat wij dit weekend net zoveel aandacht trekken als toen. Stad FM. Het is best wel typerend dat we zo'n plaat opzetten onder het toeziend oog van twee mensen die bij Radio Stad direct of indirect betrokken zijn in die periode dat deze plaat, althans in Den Haag een hit was, 1979, When I Was 17. Ik kijk naar Arnie Caprino, ik denk een van de belangrijkere Radio Stad fans uit die periode, want zonder hem hadden we deze plaatjes nu vanavond niet gehad. En je vertelde me voor de uitzending al dat je dat deed, althans dat je plaatjes nog hebt, omdat je in die periode eigenlijk alles kocht wat min of meer... het ochtenddrama terecht kwam. Ja, precies. Ja. Ja, dat is hartstikke leuk. En de tweede toekijker, dat is waar zonder een koptelefoon, maar dat gaat zo direct aan veranderen, is een van de oudere garde mensen, Herman van Velzen. Je bent al heel erg betrokken geweest de afgelopen weekend in principe. Nou ja, en daarvoor. Ja, daarvoor ook nog. Maar dat is illegaal. Menig een slaaploze nacht, moet wel even in het correct Nederlands zeggen. Heb ik daaraan gespendeerd zijn, hè? Nou. Jawel. Nou ja, valt allemaal wel mee. We hebben een beetje de tijd de laatste tijd. Na die sperrers gaat het een stuk beter dan daarvoor. Nee, laten we heel eerlijk zijn. Fijn, dankjewel. Marleen Show, dames en heren. Het is een drukte van je welste. Dat kan je ongetwijfeld een klein beetje terug horen op de radio ook. Ik was me zo direct al een beetje aan het verbazen over het feit dat Paul Metz nog over het aanwezige gepetel heen kwam. We vieren een soort afscheidsreceptietje. We waren er ook mee begonnen, slotverrekening. Het was een startreceptie en nu een soort afscheidsreceptie. Eén ding is duidelijk, de muziek is oké en de drank trouwens ook. Maar dat is een ander verhaal toch? Tot 12 uur draaien we de oudste plaatjes in het huis. En daarom zal je een aantal platen tegenkomen die je mogelijk zelfs ineens kent. Ze zijn allemaal van voor 1980, althans dat proberen. En een van mijn favoriete plaatjes uit die periode is afkomstig van deze man, Don Ray. Een collectors item van jewelste Don Ray, Got to Have Love, naar 1978 alweer. Heel wat jaartjes geleden. En we openen de show inderdaad symbolisch met Marleen Show en When I Was 17. Ik was geloof ik in die periode een jaar of 15. En jij was een jaar of 17, 18 of zo? Ja. Ik was inderdaad 19 jaar, ja. Dankjewel. Ja. Dan is die omgerekend. Hey, feit dat je kool is, dat deed je best aardig, jongen. Blijf gissen. Ja. Gezien zijn haarstukje, schat ik hem een jaar of... 25. Herman, ik kan me herinneren dat we probeerden vroeger al om de intro's een beetje relaxed te laten verlopen. Oh sorry, maar ik heb geen koptelefoon op. Ja, terug. Ja. Dan gaat het ook verder helemaal niet. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, toch? Tot 12 uur dus, een paar oude knarren op de radio en plaatjes van voor 1980. Dus ben je boven, nou of onder de 35, dan wordt het denk ik een probleem. Want die geeft hoor. Nog zo'n uitje van Voyage. Voor Den Haag, Stadsradio.